Is dit nog het Feyenoordstadion, vind jij, waar jij je glorietijden hebt beleefd of niet? Nee, het is wat anders geworden. Ja, dus heb je niet meer dat gevoel erbij dan? Nee, maar dat heb ik sowieso niet. Het is al zo tijd geleden. Nee? Nee. Ook niet het veld en zo, en de omgeving. Het en bijvoorbeeld, ja, dat die wedstrijden dan die hoofdspelen, AC Milan, weet ik veel, die kopbal, dat heb je allemaal geen last van? Nee, nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Dat komt niet bij je terug dan? Nee. Niet? Ik ben niet kind aan het worden. Nou, weet ik veel. Griekenland uit, 5-0. Dat kan ik nog goed herinneren, ja. Hoor. Maar ja, daar wil jij het niet over hebben natuurlijk. Tjonge, de wedstrijd zeg. Het ene mooie doelpunt naar het andere. Weet je het nog, Willem? 5-0, dat weet niemand meer. Ik dacht Hulshof twee keer. Ja. Met corners. En toen was het zo dat van... Is nou, een doelpunt met een driehoekje tussen Cruijff en Keizer en jou. Nou, daar word je helemaal niet goed van, volgens mij. Zo ja, was heel mooi komen. Werd opgezet. Ja. Keizer. Ja. Van links weer terug. Nou, toen was het op het laatst van wie mag hem er nou inschieten. Ja, nou, maak hem. Nou, wie? Ja. Heb jij nou nooit het idee, was ik maar trainer van Ajax? Nee. Want nee. Die spelen mooi voetbal, of niet? Die hebben een goede trainer. Nou, dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Ja? Ja, want Van Gaal heb jij toch wel eens een beetje, in het begin een beetje in de maling genomen, toch? Nee, dat nee, die dingetjes opschreven en zo, oh, nam je dat een beetje, toch? Nee, dan maak je een fout. Oh, nou dan kom maar. Dan maakt iedereen een fout. Ik heb gezegd van, vroegen ze mij van, hij schrijft die dingen op, waarom jij niet? Ja. Nou, omdat hij ze opschrijft en hij met een blok zit, hoef ik er niet met een blok te zitten. Nee. Nou, maar het is zijn goed recht dat hij met een blok zit, dat zou mijn zorg zijn. Als zit hij met een krant, dat interesseert mij toch niet? Nee, maar jij nam dat toch een beetje in de maling? Nee, hè? Dat zoiets van, die Van Gaal die zijn dingen op te schrijven. Ja, jij begint nou ook weer te zeggen. Ja, maar het is toch zo? Dat heb je toch gedaan? Dat is niet zo. Van Gaal is in brandpunt geweest, maar dat is zogenaamd een... is van de KRO, dacht ik, hè? Ja, dat is KRO, ze zijn nog een beetje vroom, maar daar ben ik intussen achter dat het... dat het vaak mensen zijn die het heel dik hier hebben zitten. Maar daar zijn ze katholiek voor, Willem. Ja. Ga door. Dus ik zit met die mensen hier te praten. Een half uur over Van Gaal, want dat hadden ze een uitzending over. Nou, half uur opgenomen, niet één seconde uitgezonden. Omdat er niets vervelends in was over Van Gaal. Nou, en zo is het tegenwoordig, dacht ik, de journalistiek. Nou, dat is iets geks. En vandaar dat jij tot de conclusie komt dat Van Gaal en ik als kat en hond tegenover elkaar staan. Dat is helemaal niet zo. Is niet zo? Nee. Nou, vrienden is ook weer veel natuurlijk, hè? Dan kom je bij elkaar thuis. Ja, dat is ook weer veel. Dat is ook weer veel. Je moet het ook weer niet gaan overdrijven. Dat is ook weer veel. Maar goed. Het kan nooit zo zijn dat je echt vrienden bent als er één trainer is bij Ajax of de een. Nee. En jij bent Feyenoord, dat kan niet. Tot hoe lang loopt je contract nog hier? Dan moet ik even kijken, want ik heb het net binnen gehad dus. Oh. Je moet opzeggen. Of zij zeggen op. Nee, jij moet opzeggen. Wat moet ik opzeggen? Het zeg contract maar wat ik met op Feyenoord. Hoezo? Nou, je kan hier toch niet tot in de eeuwigheid blijven. Dus dan kun je volgens mij nu beter weggaan. Ja, maar weet je... Ga maar naar een andere club. Ik sla jou wat hoger aan als Jack van Gelderen. Ja? Ja. Want die kwam gisteren ook al... Daar ben ik wel al... blij mee, ja. Ja, die kwam gisteren ook al met zo'n opmerking. Wat zei die? Van, is het niet zo dat Van Hanegem al te lang bij Feyenoord zit? Dan denk ik, ja, ik zit hier 2,5 jaar. Dan denk ik, waar bemoeit hij zijn eigen mee, hè? Daar heeft Jack niks mee te maken, nee, maar ik wel. Ja. Ik wel. Dat is even een andere koek natuurlijk. Ik zie hem godverdomme al 20 jaar op de tv. En ik heb hem steeds... Ja. Ik heb het steeds minder zien worden. En dan gaat hij vertellen tegen Wietse Veni dat de trainer te lang is bevuiderd. Nou. Dat moet Jack niet doen, daar ben ik het wel mee eens. Nou, gelukkig. Het gaat er bij mij om van, heb ik er plezier in... waar ik werk of geen plezier in. Ja. En dat vind ik belangrijker als dat ik denk van ik moet daar en daar komen op een gegeven moment. Oké, dus de conclusie luidt, je hebt er nu plezier in bij Feyenoord. Ja. Dus jij wil bij Feyenoord blijven? Ja. Dus dat is de conclusie? Ja, omdat ik het naar mijn zin heb. Goed. En gaan ze dan iets mooier voetballen? En jij bent een Ajax-fan. Nee. Ik ben een fan van mooi voetbal. Kijk, wij moeten gewoon ten opzichte van elkaar. Ja. Moeten we allemaal eerlijk zijn. En als jij een fan bent van Ajax. Weet je hoe vaak ik hier heb gezeten? Hier voor Koen Moulijn, man. Dat neemt niemand je kwalijk. Dat is toch helemaal niet erg, Harry? Voor Koen heb ik hier gezeten. Mijn hele jeugd. Wat nou Ajax?
Nee, dit, ik vind het helemaal hoe niet hoe kom je daar bij? Dit is die frustratie van die Rotterdammers. Die altijd tegen ons beginnen van... Jullie zijn voor Ajax. Waarom nou? Ik heb geen club. Sorry. Ik ben alleen niet voor PSV. Het is niet mijn club. Stelt u dat gerust? Ja. Ja. Nee. Kijk, daar word je blij van, hè? Ja. Dan word ik weer veel. Nee. Maar nou, ik weet niet of het zo is, maar we beginnen meteen te hagelen.